Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Excellies, Koffie van Fred en KAB Accountants en Belastingadviseurs. Het winterse weer zorgt mogelijk voor een heuse koude golf. Daarvoor moet het in de beeld minstens 5 dagen op rij vriezen, waarvan 3 dagen de temperatuur onder de min 10 graden moet zakken. De sneeuw en de kou zorgen er ook nog eens voor dat al het amateurvoetbal komend weekend stil ligt. En het is de dag, ja, daar zijn ze weer, waarop Rafael en Sylvie weer in het nieuws zijn. Het showkoppel zou toch bij elkaar blijven. Het is woensdag 16 januari 2013. Dit is Gelderland Vandaag. Ja, gasten, van harte welkom aan onze tafel in de studio in Didam. We beginnen eerst even met ons voorstelrondje. Hier links van mij Wim Rensink van Bolle en Knollen. Toen ik dat las, toen ik me vorige keer inbereidde, dacht ik van, ja, wat is dat? Maar verder lezende, de basisscholen worden, de leerlingen worden zeg maar vertrouwd gemaakt met bloembollen en met knollen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, het is een van de activiteiten die we als natuureducatief centrum in Winterswijk doen. Het is een hele klein onderdeel van het totale jaarprogramma. 350 scholen in heel Gelderland doen mee met bollen en knollen. We noemen het een materiaalzending. We doen er eigenlijk zelf niet zoveel aan. Zoals het hier op tafel staat, leveren we het aan de scholen. En er zit een handleiding bij wat ze ermee kunnen. En als ze dat allemaal gedaan hebben, is een prachtige bloemenboeket in school staan. En bovendien weten ze iets over hoe die bloemen ontstaan zijn en wat het verschil is tussen een bol en een knol. Ja, wat is uw rol in het project? Ik ben algemeen coördinator bij de Husker in Winterswijk. Wij zijn eigenlijk een van de afnemers van het netwerk voor Gelderse Natuur- en Milieu-Educatieve Centra. En een van die centra die heeft deze materiaalzending klaargemaakt en ja, wij zijn een afnemer. Ja, het lijkt net de schilderij van de aardappeleters, hè, zou je haast denken zo op de woensdagavond. Ik ga er straks graag meer over praten, want ik ga mijn volgende gast voorstellen. Thijs van Amerongen, veldrijder, prof veldrijder. Je bent derde geworden op de NK laatst. Hoe was dat? Ja, dat was op zich aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant was het ook niet slecht. Ik had gehoopt op de nationale titel, maar... Ja, de weersvoorspellingen en de weersgoden hebben er toch een beetje anders over beslist. Het parcours lag er heel snel bij en ja, dat is voor mij gewoon toch een stuk minder. En ja, ik kon de titel niet pakken, maar op zich is het podium nogal mooi. Maar ik heb al een heel goed seizoen gehad en ja, dan hoop je natuurlijk altijd op meer. Dus, ja, als topsporter wil je natuurlijk gewoon winnen. Klaar. Ja, zeker. Want ik heb gelezen, je zit er eigenlijk altijd regelmatig net een beetje naast, net niet... Die eerste plaats, jammer genoeg. Ja, goed, ik rijd heel veel internationale wedstrijden, dus waar gewoon de wereldtop aan de start staat. En ja, dat zijn gewoon dat zijn hele moeilijke wedstrijden of hele zware wedstrijden waar heel goed deelnemersveld staat. Wil jij de nieuwe Renier Groenendaal worden van het veldrijden? Richard Groenendaal. Dat was natuurlijk de topper, hè? Ja, zeker. Maar ik hoop ooit in de buurt te komen, maar ik probeer ieder jaar een stapje beter te worden en ja, op zich gaat dat heel goed. Dus. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten, ook over je plannen in Amerika, de WK natuurlijk, want daar ga je naartoe. Want ik heb Peter van den Bremen en Auke Boonstra hier zitten van Doe Jazz 81 uit Doetinchem. Jullie zijn een vereniging van en voor jazzliefhebbers, las ik op de site. Peter, waarom zijn jullie deze vereniging begonnen? Nou, we zijn deze vereniging begonnen in 1981. Doetinchem heeft een rijk jazzverleden. Vroeger was er ook al een hele bekende jazzvereniging in Doetinchem, Davenport. En rond 1981 zijn een aantal mensen weer begonnen om het initiatief op te pakken om weer met jazz te beginnen. En wij zijn een vereniging van een kleine 200 leden. En dat zijn jazzliefhebbers, dat zijn muzikanten. En wij... Ja, bieden een podium voor jonge muzikanten, regionale muzikanten... Op het gebied van jazzmuziek in de brede zin van het woord. Ja, dus Peter zei het net even, Doetinchem is echt een jazzstad. Jij bent zelf daar ook op die manier eigenlijk terechtgekomen? Ja, ik woon sinds 1990 in Doetinchem. Vrij kort daarop hebben we de jazzavonden in Amphion bekeken, in de Schouwburg. En van Doe Jazz. Die was in één keer verkocht. Ja, ik ben een jazzliefhebber al van vroeg uit, vanuit de HBS-tijd met de Dutch Swing College Band in Arnhem. En
Toen ben ik bij Doejes gekomen. En vroeger als ik een bestuursfunctie wilde hebben. Toen ben ik secretaris geworden en deed de PR. En dan doe ik nog steeds. We gaan er straks uitgebreid verder over praten. Ik ga eerst naar mijn eerste gast van vanavond, Peter Rensink. Ja, Peter, van de Husker. Hè, je weet alles van de bloembollen en de bollen. Wat houdt het project wat jullie op de basisscholen gaan doen? Je hebt er net natuurlijk al enigszins wat over verteld. Maar even diepte ingaan, wat houdt het nou precies in? Nou, we willen graag dat kinderen zich bewust worden van de manier waarop bepaalde bloemen ontstaan. Nou ja, dit kunnen we prachtig inzichtelijk maken door er gewoon wat bloemen toe te brengen. Zoeken we alleen maar die bloemen te verzorgen. Er wat Want dit is ook wat je meeneemt naar de basisschool? Dit gaat naar de basisschool toe. Dat is eigenlijk ook het enige wat we aan doen. We doen er een duidelijke handleiding doen we erbij. En de leraar met de kinderen zelf mogen zelf aan de slag gaan. Je had het net over de aardappeleters. Nou, we hebben er ook aardappels bij liggen. Ook komt dat aan de orde in de les, de aardappeleters. De aardappel is gekozen om eventjes aan te geven ten opzichte van de ui bijvoorbeeld, wat het verschil is tussen een bol en een knol. Nou, wat is het verschil? Nou, als je een aardappel doorsnijdt en je snijdt een ui door, dan hoef je niet veel fantasie te hebben om het verschil erin te zien. Mm-hmm. Een aardappel is één vaste kern en een ui bestaat uit diverse lagen. Nou, de bedoeling is dat de kinderen daar zelf mee aan de gang gaan. De onderbouw die snijdt vlakke plaatjes vanaf die ui. We kunnen dan constateren dat het soms een heel treurig werk is. En als je dat bij de aardappel doet, dan kun je het op dezelfde manier doen. Bij de aardappel kun je het heel gemakkelijk weer aan elkaar plakken als het ware. Bij een ui wordt het een stuk wat moeilijker. En je maakt het nog veel ingewikkelder als je de uien over de lengte gaat doorsnijden. En dan zou je dat bijvoorbeeld bij de middenbouw kunnen doen op een school. Maar waarom is dit belangrijk in jullie optiek voor de kinderen? Om hier kennis van te nemen? Nou, we vinden in het algemeen dat kinderen veel te weinig met de natuur in het algemeen in aanraking komen. De kinderen zouden veel meer naar buiten moeten. Wij als NME-centra in Gelderland staan zwaar onder druk, financiële druk. Want er wordt steeds meer bezuinigd op dat soort activiteiten. Wij vinden dat er eigenlijk veel en veel meer aandacht voor moet komen. En dat de kinderen veel meer moeten weten van datgene wat er om ons heen gebeurt. Ja, en waarom is dat belangrijk dat die kinderen dat weten? Nou, er is aangetoond, wetenschappelijk aangetoond door de Universiteit van Utrecht, dat kinderen die op vroege leeftijd door middel van goed onderwijs en in aanraking komen met de natuur, op latere leeftijd daar heel veel profijt van hebben, maar ook daar veel zorgvuldiger mee omgaan dan wanneer ze die lessen gemist zouden hebben. Ja, want achter je, of tenminste, je zit op de schermpje, dat is een? Ja. Hyacint? Ja. Ja, ik denk, ik probeer het even, ik ben zelf ook niet zo heel erg thuis. En dat is deze natuurlijk, ja, hè? Dat is die. Dus die kinderen krijgen zo'n binnen en binnen een x-tijd staat dat in de klas? Ja. En dan moeten ze dan zelf, wat moeten ze daarnaast er nog mee doen? Nou, ze moeten zien, ze moeten waarnemen vooral. Dat is heel erg belangrijk. Dus wat voor soort bladeren komen aan? Hoe ontstaat de bloem vanuit die bol? Nou, dat is voor de kinderen heel inzichtelijk te maken als ze het direct bij hun in de buurt hebben staan. En het boek begeleidt hun daarbij. Ja, Thijs, jij fietst natuurlijk door de natuur. Heb jij zoiets van, had ik dat vroeger ook maar op school geleerd? Want dan had ik zelf ook wat meer gezien. Of is het gewoon gaan en niks zien? Nou, nee, ik denk dat het wel heel goed is voor jonge kinderen om hier wat les in te krijgen. Ik denk niet dat het in de normale normale scholen, zeg maar, dat het echt gedaan wordt. Ik weet het niet, maar ik kom zelf van een boerderij en wij hebben altijd aardappels verbouwd, zeg maar. Mijn vader, dus kaasje natuurlijk. In dat opzicht heb ik er wel wat mee. Ja. Nou, ja. Wim, hoe reageren de scholen erop? Nou ja, het is. Dan moet ik even in zijn algemeenheid. De bollen en knollen wordt door 350 basisscholen in de hele provincie Gelderland afgenomen. Mm-hmm. Nou, wij hebben maar 70 basisscholen in ons eigen werkgebied. Mm-hmm. Dat is de gemeente Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten. Vroeger waren dat 100 scholen, want zo was de gemeente Berkeland er ook nog bij betrokken. Maar helaas hebben die om financiële reden afgehaakt. Ja, oké. Maar hoe reageren de scholen erop? Nou, wij hebben een deelname van 100% van de scholen. Mm-hmm. In ons eigen gebied. Maar dat geldt dan, iedere school heeft recht op 5 uur les per groep. Nou, betekent dat jij gewoon naar school gaat om wij de gaan kinderen ook naar dat school te vertellen? Toe. Ja, of scholen komen naar ons toe. Is dat ook niet veel leuker, het veldwerk? Ja, dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Maar dat noemen we dan een volledig begeleide les. Daar gaat al gauw 5 uren voor onze medewerkers in zitten. En dat betekent dat het aantal uren voor zo'n school al opgesoupeerd is. En dat het einde verhaal is.
Daarom zijn er ook van dit soort kleine dingen die slechts een half uur van onze tijd vragen. En dan blijft er nog 4,5 uur over. En dan kun je nog veel meer van dit soort dingen doen. Dus kun je dat veel langer over een heel jaar verdelen. Dat is het grote voordeel. Ja, Peter, jij bent van een wat generatie dat waarschijnlijk opgegroeid met dit soort producten. Wellicht in het verleden. Maar je hebt nu, neem ik aan, kleinkinderen. Ik gok maar even. Ja, dat heb ik. Ja. Als je er gewoon even als opa naar je kleinkind kijkt. Hoe belangrijk vind je dit? Nou, sowieso vind ik dat heel belangrijk. Ik kom zelf uit het onderwijs. Dus ik weet ook hoe dat werkt. En ik weet ook dat kinderen, zeg maar, als ze met dingen zelf in aanraking komen, daar altijd veel meer van leren dan wanneer ze dat uit een boekje of zoiets te weten krijgen. Dus dit is prima, vind ik dit. Ja. Auke? Ja, inderdaad. Mijn kleinzoon, de oudste kleinzoon, is 13 pas geworden. En die zat op de lagere school. Hij zit nu in een andere school, een hogere school, noemen ze dat. Nou, vind je het ook belangrijk? En die vindt dit ook belangrijk. Hij, ja? hij is aan het tuinieren. Dan komt hij met wat spulletjes naar huis en van school uit. Hè? Ja. En dat vind je hartstikke leuk. Ja. Nou, Wim, je hoort het ook vanuit de Doetinchemse. Hè? Want de heren komen allebei uit Doetinchem. Dus ik ga er maar vanuit dat de kleinkinderen ook in Doetinchem op school zitten. Wordt al heel positief gereageerd. Als laatste even. Waar is jouw volgende optreden? Bij welke school? Wij zijn op dit moment met 3 projecten tegelijk bezig. En daar doen 70 scholen aan mee. Dus ik wil nog even niet aan het volgende project denken. Okay, ik wil deze projecten afwerken. Dank je wel. Nou, bedankt zover. Want ja, we gaan over naar het volgende onderwerp in ons programma. Dat is namelijk de straatpraat. Want hoge salarissen die liggen de laatste tijd flink onder vuur namelijk. Want mensen in de publieke en de semi-publieke sector zouden niet meer dan de balken en de norm mogen verdienen. En het is de laatste tijd natuurlijk flink het nieuws. Want hoe zit dat met de medische specialisten? Onze stelling was dan ook, artsen mogen best meer dan de balken en de norm verdienen. We zijn het u gaan vragen op straat in Zeddam. Dat mag. Ja, waarom? Omdat ze staan voor de gemeenschap, hè, voor de mensen zelf. Dus u vindt dus als ze levens redden, hebben ze ook recht op meer geld? Meer geld, ja. En hoe ver mogen we dan gaan in uw ogen? Nou, een kwart. Kwart miljoen? Nee, 2 ton. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ze redden wel levens. Ja, ze doen wel heel belangrijk werk wat dat betreft. Maar of ze moeten verdienen. Ik vind niet dat artsen meer mogen of meer kunnen verdienen. Ja, ze redden wel levens, hè? Dat klopt, ja. Ja, het is een beetje dubbel natuurlijk, hè? Vind ik wel. Ja. Vind ik wel, want mijn man die moet zo geopereerd worden weer met kanker achter het oor. En dan hoop ik toch maar dat het goed gaat. Ja. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, waarom niet? Ze redden toch levens? Ze redden wel levens, ja. Maar ik werk zelf ook in de zorg. En ik verdien niet veel. Nee? Nee. Maar ja, artsen redden levens. Balken en Norm zit ongeveer op de 150.000. Vindt u dat voldoende? Nee, Balken Erm is 193.000. U let op. Ja. En van Zeddam gaan we weer terug naar Didam, waar we nog steeds op de uitslag van de stelling zitten te wachten. En die ga ik u nu geven. 41% van u is het eens met deze stelling. En 59% vindt dat artsen niet meer dan de balken en de norm mogen verdienen. Dan de nieuwe stelling. Ja, uiteraard, het ligt voor de hand, het is winter. Want dinsdag lag het verkeer in Nederland volkomen op zijn gat. Het was een grote chaos, meer dan 1000 kilometer. Komt die vertraging wellicht door het feit dat automobilisten met zomerbanden rijden? Nu het al een aantal jaren achter elkaar stevige winters hebben, wordt de roep om winterbanden steeds groter. Daarom onze stelling, winterbanden moeten verplicht worden. Toch even, Thijs, heb jij winterbanden onder je fiets? Ja. Je hebt winterbanden? Ja. Geweldig. Nou, wat vindt u er thuis van? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of via de e-mail. En vrijdag krijgt u van ons de uitslag van deze stelling. Ja, Thijs, we gaan gauw met jou door over de winterbanden onder je fiets. Hè? Nee, je bent derde geworden op het EK. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Behalve dat je het natuurlijk vervelend vond dat je niet gewonnen had. Ja, op zich wel positief. Ik heb maximale eruit gehaald. En er zat niet meer in, dus dan moet je tevreden zijn. En ik heb geen fouten gemaakt, ik ben niet gevallen. Korte rondjes had ik gezien. 2,7 kilometer? Ja, dat is altijd. Ja. Dat is altijd. Ja, het is tussen de 2,5 en de 3 kilometer meestal. Word je dan niet tureluus als je continu dat rondje... Ik zit de rondjes soms wel af te tellen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is meestal als je slecht rijdt. Meestal rijd je 10 rondjes. 9 of 10. En ja, ligt eraan hoe snel het is. Als het nat is door de modder of zo, dan kan het veel langer duren. Dus dan... Ja, je moet gewoon een uur rijden. Daar om en nabij. Dus. Ja. Wat vind je van jezelf je sterke punten? Mijn sterke punten, dat zijn eigenlijk in de modder, dus als het nat is. En in het zand kan ik ook wel goed uit de voeten. Dus het mindere was dus eigenlijk wat ik van het weekend had en dat is hard bevroren.
Dus ja, dat was wel jammer, maar de rest van het seizoen... Kom je daarom niet goed uit de voeten, dat het de ondergrond bevroren was? Ja, dan is het gewoon heel snel. En ja, dan heb je gewoon minder vermogen nodig. Dan is het iets meer op techniek. En ik heb wel techniek, maar die snelheid, daar zijn anderen weer beter in. Gewoon door blijven. Ja, dat is gewoon felheid, zeg maar. Komt dat omdat je vroeger op de boerderij op het land flink door de modder aan het oefenen bent geweest? Maar dat weet ik niet. Ik zat al heel vroeg op de fiets, zeg maar. En ja, natuurlijk door de bossen heen fietsen. En ja, dat heeft er misschien mee te maken dat je op latere leeftijd daar ook meer voorkeur voor hebt. En ja, anderen die komen soms uit de BMX of zo. Ja, dan heb je gewoon veel meer technisch. Ben je dan wat beter, zeg maar. En ja, misschien dat dat er wel mee te maken heeft. Ja, want hoe verloopt je seizoen tot nu toe? Het gaat heel goed. Het eigenlijk, boven verwachting. Ik had er wel op gehoopt, maar het gaat eigenlijk... Ik ben echt weer een stap verder als vorig jaar. Ja, want dus, als we het over modder hebben, zo kennen we veldrijders natuurlijk, hè? Ja, dat is niet mijn beste foto. Het is wel even je knapste foto's, toch, of niet? Ja, nee, goed. Het gaat heel goed. En ja, ik heb internationaal, ik rijd eigenlijk alle wedstrijden, alle wereldbekers, alle wedstrijden in België die er toe doen. En ja, dat is gewoon een heel hoog niveau. Dus daarin probeer ik ieder jaar weer een stapje te zetten en weer korter bij het podium te komen, zeg maar. En dit jaar is dat echt alweer een stuk beter gegaan dan vorig jaar. Dus je hebt echt wel sprongen vooruit gemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. Dan heb ik op je site gelezen dat je flink van muziek houdt. Van muziek? Van muziek stond er, ja. Ik ben even vergeten wat voor soort muziek. Misschien ben ik niet meer binnen. Maar we hebben hier twee Jesse-heren aan tafel zitten. Jesse is niet de muziek waar jij op flink kan fietsen? Nou, ik moet zeggen, ik vind muziek, ik luister heel veel radio wel. En ik kan eigenlijk van alle muzieksoorten wel, kan ik wel mooi vinden. Dat zeg was maar. Het, maar je hield van alle muzieksoorten, dat stond er. Net, dus toen vroeg ik me af, hou je ook van jazz? Ja, op het goede moment kan ik dat denk ik ook wel mooi vinden. Maar het is niet zo dat ik daar cd's van heb of zo. Of dat ik dat zelf opzet. Dus het gaat te ver om bijvoorbeeld te stellen dat je de WK wint. Dat komt van de heren met hun jazzmuziek. Dat is denk ik te ver. Dat is een beetje te kort door de bocht. Is in het veldrijden de dopingproblematiek ook aan de orde? Ja, tuurlijk. Dit is ook een sport waarin doping kan werken, zeg maar. Dus dat is bij ons net zo. Wij hebben ook altijd dopingcontroles en bij ons zijn er ook al wel renners betrapt. Heb je ook een brief gehad van je mag nu opbiechten en anders dan... Nee, ik niet. Nee, ja, ik zit niet echt in een wegploeg en dat is eigenlijk meer in de weg. In de wegploegen zijn ze daarmee bezig. Dus, wat vind je nou zelf van, omdat jouw sport eigenlijk zo besmeurd wordt? Ja, kijk, aan de ene kant vind ik het heel mooi of heel goed dat het nu zo eigenlijk loskomt. Dat betekent gewoon dat je er op een gegeven moment ook komaf mee kunt maken. En als het allemaal maar onder de mantel blijft, dan blijven ze maar bezig. En nu is het wel zover. Ik ben ervan overtuigd dat in de Nederlandse ploegen dat echt niemand meer iets doet. Of het moet echt op eigen houtje zijn, maar dan nog denk ik dat ze het niet meer durven. Maar aan de andere kant vind ik het heel jammer dat daardoor, zeg maar, omdat het moet er een keer uit, dat het wel heel negatief continu in het nieuws is. Ja. Dus van de week lees ik in de krant, dan is er iets over doping, dan staat er een stukje in de krant. Echt, ging het over diegene als wielrenner, die een prestatie neer had gezet, had er niks in gestaan. En dat vind ik jammer. Ik bedoel, dat betekent toch dat er meer aandacht gaat naar het negatieve door de journalisten en zo dan naar het positieve. Nou, dan gaan we het hier aan tafel gelijk omdraaien. Precies. We gaan het er niet meer over hebben. Dan gaan we het over andere leuke dingen hebben. Want je gaat naar het WK. Ja. Wat zijn je verwachtingen? Ik hoop top 10. Dat is wel mijn doel, zeg maar, qua uitslag. En het is in Amerika. En ik ben er nooit in Amerika geweest. Ik heb ook nog nooit in Amerika gefietst. Dus een vraag over waar is het en hoe is het parcours? Dat doet er eigenlijk niet toe. Dat heb ik allemaal wel uitgezocht en bekeken. Nou, vandaar, dan nu de vraag. En waar is het en hoe is het parcours? Het is in Louisville. Dat is in Centraal Kentucky is dat. Dat is in Centraal Amerika als het ware. Dus je hebt een tijdverschil van 6 uur. Dus dat zal voor iedereen die uit Nederland, België, uit Europa komt, zal dat invloed hebben, denk ik. Omdat je toch die jetlag moet overwinnen. En ja, sportief gezien is dat toch anders dan wanneer je gewoon op vakantie gaat. Komt het in Nederland op televisie? Ja, zeker. In de tijd van Renier Groenendaal werd bijna elke veldrit gewoon uitgezonden. Ja, dat is in België wordt alles uitgezonden. In Nederland eigenlijk alleen maar ik denk zondag Hoge Heide misschien ook wel op de NOS en het WK. En voor de rest alleen maar wat samenvattingen die tegenwoordig nog uitgezonden worden. Dus dat is heel jammer, want het is gewoon een super mooie sport om in beeld te brengen. Ja, maar je bent prof erin. Is er een fatsoenlijke boterham in te verdienen? Jawel, ik kan er goed een boterham mee verdienen. Was het je droom als klein kind van ik ga veldrijder worden? Als klein kind niet, maar toen ik eenmaal op de fiets zat en daar werd ik eigenlijk steeds serieus en toen had ik ook echt wel, ja,
dat was heb je al een vriendin? Heb ik ook. Ja. Oh nee, want anders konden we nog natuurlijk Yvonne Jaspers even bellen. Ja. Hè? Bedoel, nee. Een klein uitstapje maken. Heb ik niet nodig. Gelukkig niet, hè? Nee. Maar als veldrijder lig je beter in de markt waarschijnlijk. Ja. Oké. Nou, bedankt. We gaan straks natuurlijk nog even je ook een succes wensen. Maar dat doen we aan het einde van het programma. Ja. Want we gaan over naar namelijk het volgende onderdeel. Want wie naar buiten kijkt, je ziet natuurlijk overal sneeuw. Het is niet te missen op dit moment. Het geeft problemen voor het verkeer, maar natuurlijk ook een hoop sneeuwpret en mooie plaatjes. Ons camerateam ging daarom het Bergerbos in. Hallo meneer, mogen we u wat vragen? Ik ben lekker aan het genieten. Hoop. Zo, kan gebeuren hè meneer. Het is natuurlijk spekglad. Oh, valt wel mee hoor. Valt wel mee. Valt wel, maar in het bos op de route valt wel mee. U bent lekker aan het genieten van de sneeuw. Ja. Letterlijk. Letterlijk, ja. Ja, is er iets waar u lang op heeft gewacht om lekker met de mountainbike door de sneeuw te crossen? Nee hoor, ik ga gewoon 2 keer in de week, dus al 3 keer in de week liggen eraan. En weer of geen weer, gewoon gaan. Ja, wat vindt u er nou van als u zo door de bossen rijdt en u ziet al die sneeuw en die bomen onder het sneeuw? Heerlijk. Ja, is dat genieten? Echt wel, ja. Het is lekker, temperatuur is goed, dus goede warme kleren aan, dus het maakt niet uit of het nou slecht weer is of mooi weer. En komt u ook al mensen tegen in het bos met kinderen en honden? Nee, ik kom wel veel mensen wandelen tegen met honden en er zijn al wat mensen voor me geweest. En wat later verder op de route kom je veel mensen spoor tegen van wandelen en van honden. U bent lekker aan het rondwandelen in het bos hier. Ja, dit is een bos waar ik veel kom met de hondjes. En zo gauw ik maar 's morgens tijd heb, ben ik hier of het de Heuvel of de Kruisbergse bossen. Het is gewoon heerlijk. Ja, u loopt hier vaker en hoe is het dan om het nu te zien in het wit? Mooi. Ja. Altijd. Sneeuw is altijd mooi, hè? Ja. Ja. Geniet u dan ook extra? Ja. Dan is het, maar ik vind, nou, dat is niet, de lente is natuurlijk ook prachtig. Als alles weer naar boven komt, de blaadjes worden weer een beetje groen. Zo heeft ieder jaar getijden heeft echt zijn prees. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Gelukkig liep het allemaal goed af met de mountainbiker in het bos. En inderdaad, u zag Wouke van Scherrenburg in het bos. We gaan over naar mijn volgende twee gasten. Peter van den Bremen en Auke Boonstra van DoJazz 81. Peter, jij wilde nog wel graag iets weten van Thijs. Ja, ik vroeg me af waarom die Belgen zo goed zijn in het fietsen. Ja, ik denk dat komt omdat zoals in Nederland het schaatsen is dat van oudsher zeg maar een van de grotere sporten in België. En, hoe meer mensen dat doen, hoe beter dat het ook vaak worden natuurlijk. Meer belangstelling en daardoor ook renners die daar langer blijven hangen of die daar beter in willen worden, zeg maar. Oké, terug naar DoJazz. Wat is het voor club? Ja, DoJazz is een club van zeg maar jazzliefhebbers, laat ik het zo maar zeggen. Dat, luisteraars, muzikanten, mensen die enthousiast zijn voor jazz in alle vormen van zoals het voorkomt eigenlijk. Ja, maar jullie spelen in de Kruisberg, als ik goed zeg? Ja, we zijn in december zijn we zeg maar overgegaan naar de Kruisberg, omdat we uit het hart van Doetinchem moesten. En dat is onze vaste locatie. Wij hebben dus elke tweede zondag van de maand is er een session, noemen we dat. En dan treden er orkesten op. Er zijn ook mogelijkheden wel eens dat mensen ook zelf een instrument mee kunnen nemen en ook mee kunnen spelen. Een jam sessie, want dat zou ik ook anders over te hebben. Dat is natuurlijk ook een onderdeel van de jazz eigenlijk. En dat gebeurt dan af en toe ook wel eens. Ja, Auke, jij bent secretaris van de vereniging. Ja. Hoe moeilijk is het om jazz aan het grote publiek zeg maar bij te brengen? Ja, het is een kwestie van lange adem. Mm-hmm. Je moet je, althans dat deed ik, je voorstellen bij de verschillende redacteuren. Veel e-mailtjes sturen tegenwoordig, de laatste 10 jaar. Daarvoor ging ik op pad met een briefje en dan gaf ik naar de redacteur. Nou, je had contact mee. En tegenwoordig is het wat makkelijker en het gaat ook breder, hè? Ook via Facebook. En, ja, ik heb gelezen dat er nogal wat aardig wat gasten bij jullie te gast zijn geweest. Jess, ja, dat is nogal een aardig lijstje. We doen het sinds in de Schouwburg in Doetinchem sinds 86. Met flinke die programma's. En we hebben daar
Rita Reis gehad met de combo, Chris Barber met de big band. We hebben Toets Tielemans twee keer gehad de afgelopen 10, 6 jaar. En ja, de Millennium Jazz Orchestra en Glenn Miller Orchestra, de Europese versie daarvan. En dat waren een prachtig orkest, dus volle zalen. Mm-hmm. En ja, prima muziek. Ja, Peter, aankomend weekend hebben jullie een compleet evenement in het Amphion. Ja. Volle zalen. Dat worden ook weer volle zalen, neem ik aan. Ja, dat gaat heel leuk worden zaterdag. Ja, want dit is een band die ook komt spelen. Ja. Volgens mij zie je de links. Ken, ben jij toch of niet? Die lijkt verdacht veel op mij. Ja. Nee, dit zijn de J.J. Boris Jazzmen. Mm-hmm. Dit is een orkest wat we rekenen onder de classic jazz. Hè? Dus de Dixieland wordt het ook wel genoemd. En wij zeg maar spelen oude stijl jazz, zoals het heet. Maar ook wel eens met wat uitstapjes naar muziek uit de jaren 60, 70. Wat tophits. Close Harmony doen we ook. Latin jazz. Mm-hmm. Dus dit is een van de orkesten, ja, op zaterdagavond. Welke namen kun je noemen van designer van het weekend? Hè? Kom daarvoor kijken. Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld Jazz Connection. Dat is een orkest dat ook beroemd is in binnen- en buitenland. En dat is een orkest dat heeft jump and jive. Dus dat is muziek, lekkere muziek om op te dansen. Misschien zeg je de naam Louis Prima nog iets. Dat zingt André Hazes toch, Louis Prima? Ja, die had daar ook wel eens dingen van. Ja, nee, dat klopt. En dat is zeg maar een beetje echt lekkere swingende dansmuziek uit de jaren 50, 60. Is dat. Dat zijn deze jongens. Dus en die zijn wel eens vaker bij Doetjes geweest. En die, het mooie ervan is ook dat ze voor het eerst spelen ze op het podium van de zaal, van de Schouwburg, mm-hmm. waar het publiek ook staat. Dus mm-hmm. het publiek, het wordt ook een jazzfestival. In de KAB theaterzaal? Ja, nee, mm-hmm. in de grote zaal. Maar mm-hmm. dat is dan op het podium en het publiek staat ook op het podium. Dus voor het eerst hebben we nu een jazzfestival waarbij dus mensen van de ene zaal naar de andere zaal kunnen lopen. Mm-hmm. En dan komen er dus verschillende orkesten op verschillende plekken. Dus we noemen het al een beetje North Sea in het klein. Dus die kant moet het een beetje uitgaan zaterdag. Auke, er werd net gezegd, er zijn nog kaarten beschikbaar. Ja. Wat kost een kaartje? Een normale kaartje kost €26,80. En onze leden krijgen uiteraard reductie. Maar die hebben natuurlijk allemaal al een kaart. Toch? En de meesten hebben al een kaartje, maar niet iedereen. Want je moet maar op die avond kunnen. Mm-hmm. Dat ten eerste al. We hopen dat het weer ook goed blijft. Hè? Dat de mensen ook nog naar deze uitzending komen om een kaartje aan de zaal te kopen. Ze gaan toch niet gaan schaatsen zaterdagavond, toch? Als ze de lichten uitdoen, dan doen ze dat kan niet. Wel, hè? Ja, dat kan maar wel. Maar €26,80 voor een kaartje. Maar beste kijkers, wij hebben een verrassing. Ja, een verrassing. Peter, vertel eens. Ja, nou, ik heb voor de luisteraars of kijkers van dit programma, heb ik twee keer twee kaarten beschikbaar en die mogen jullie verloten. Mooi. Als mensen reageren. Eens even kijken, klopt het? Ja, het zijn kaarten voor, even kijken, zaterdagavond aanvang om 8:00. Even kijken, ja, hier, dan kunnen ze u zien. Zaterdagavond 8:00 en als u deze kaarten wil hebben, dan kan dat. Dan mag u een mail sturen naar redactie@focus.tv. De mail moet aanstaande vrijdag uiterlijk binnen zijn en dan worden ze vrijdag verloot. Oh nee, voor vrijdag moet de mail e-mail moet voor vrijdag binnen zijn. Dan kunt u kans maken op deze kaartjes. Nee, we gaan ze echt verloten. Dus aanstaande zaterdag. Voor aanstaande zaterdag, ja. Hebben jullie dit al vaker georganiseerd, Peter? Nou, de Amphion Do Jazz Night die is al voor de 12e of 13e keer. Vanaf 2000 is dat begonnen. Alleen het is nu in een andere vorm. Dus het is nu een andere opzet. En we hopen ook dat het nu toch op een andere manier ook weer een andere uitstraling heeft. We willen er een leuk feestje van maken, zeg maar. Waarbij mensen dus op verschillende plekken naar verschillende bands kunnen kijken. Ja, anders dan als in het verleden, dat het één concert was in de grote zaal. En, dus een andere vorm, ook een andere opzet. Diverse zalen. Ja. Want elke 31 jaar bestaat de vereniging. Ja. Hoe jazzy is de Achterhoek? Van vroeger uit heel erg. En vooral de Doetinchem, of erg, prima. Ja, op een goede manier. Op een goede manier erg. Maar de veldrijders in Vorden, die gaan er niet op harder rijden, hoorden we net. Nee, maar ook daar wordt jazz gespeeld in de molen in Linden. En
We hebben natuurlijk Groenlo, daar hebben we met de overbuurman al over gehad. Winterswijk, maar ook in Zutphen, Arnhem, Zevenaar heb je een jazzvereniging waar jazz gespeeld wordt. Nou oké, okay. We zullen het uiteraard zien en volgen, ja. Want helaas de uitzending voor vandaag zit er zo goed als op. Ik wil graag nog even een laatste ronde langs mijn gasten gaan. Allereerst Wim, wanneer is dit project Bollen en Knollen voor jou geslaagd? Is nu al geslaagd. Door de deelname van de scholen is het eigenlijk al geslaagd. Maar we bekijken het eigenlijk niet per project. We willen het eigenlijk aan het eind van het schooljaar gaan kijken. En dan gaan we zeggen van nou, hoeveel scholen hebben we? We hebben 70 scholen. Hebben alle 70 scholen hun 5 uren verbruikt. Dan zijn we tevreden. En dan zijn we tevreden. Super. Ja. Thijs, wanneer ga je naar Amerika? Even kijken, zondag over een week. Zondag over een week. Nou, ja. Goede vlucht natuurlijk. En we zullen het uiteraard wel via Studio Sport zien, denk ik. Ja. Hoeveelste je geworden bent. Ja. Ik toi. Top. Ja, allemaal. Peter en Auke, jullie ook in het Amphion. Uiteraard de kaartjes, deze mensen gaan komen. Ik hoop dat daarnaast de zaal uiteraard vol zit. Wanneer is het voor jullie het geslaagd? Nou, als het een gezellige avond wordt en mensen met plezier naar huis gaan, zeg maar. Dat ze een leuke jazzavond hebben gehad. Spelen jullie zelf ook? Wij spelen zelf ook, ja. Peter, ik ben dan een beetje gestopt vanwege andere zaak. Super. We hebben nog twee bandjes, mag ik je nog even noemen, die we missen? Dan krijg ik een beetje ruzie met de regie, want de tijd zit erop helaas, sorry. Okay. De mensen die dat willen zien, moeten daar echt zelf voor gaan kijken, voor die twee bandjes. U thuis natuurlijk bedankt voor het kijken. En u aan tafel allemaal bedankt voor uw komst naar de studio in Didam. Benieuwd of u kunt schaatsen, dat begrijp ik niet. Dan ga ik even kijken op mijn lijst. Ja, oh ja, ik weet het alweer. Onder het kopje nieuws op focus.tv vindt u een overzicht van de schaatsbanen in de regio. Wanneer ze open zijn en wanneer er geschaatst kan worden. Dit was Gelderland Vandaag van woensdag 16 januari 2013. Vrijdag is er een nieuwe aflevering waaronder we het hebben over tarotkaarten. Die gaan we leggen. Ik ben benieuwd hoe Davy dat ervan afbrengt. Bedankt voor het kijken en graag tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door XL Lease, Koffie van Fred en KAB Accountants en Belastingadviseurs.